zitten jullie hier wel heel goed vandaag. Want dan kunnen we wel tot een soort... We moeten de vertaalslag nog maken. U moet de vertaalslag nog maken. Nou, daar gaan we nou misschien gewoon meteen mee beginnen. Ja. Wat we vanmiddag gaan doen, ik ga jullie een initiatief laten zien. Aan iemand laten vertellen over het initiatief gedachtenlezen.com. En we gaan jullie proberen te laten zien hoe lastig het is om elkaar daarna in taal te vinden. Ten behoeve van de ondersteuning eigenlijk van dit initiatief. Barbara Delkeur-Keunigs, als ik het goed uitspreek. Ongeveer, kijk. Mag ik jou nog oproepen om iets te vertellen over gedachtenlezen.com? Ja. Barbara, prima. Er zijn heel veel mooie dingen gezegd en ik wil eigenlijk op alles inhaken. Maar ik denk dat het belangrijkste is als sociaal ondernemer dat je begint vanuit een wens om de wereld nog mooier te maken. Het is al mooi, maar je wil hem eigenlijk nog mooier maken en daarin wil je de krachten van de mensen, dat staat centraal, die nou weer naar voren brengen. Dus als sociaal ondernemer dan ben je en sociaal bezig met verschillende groepen, maar je bent ook als ondernemer bezig. Dus je komt ook bij de commerciële wereld, je komt bij de gemeentelijke wereld, die instituties. Waar je het over had. Maar je bent ook heel erg met de bewoners. Dat zijn heel veel verschillende talen die je allemaal tot je neemt. En je probeert daar een soort gemeenschappelijke taal als sociaal ondernemer in te vinden. Want je wil allemaal eigenlijk de buurt vervrijen. Gedachtenlezen gaat over het verbinden van mensen en gebruikers van een buurt door middel van gedichten. En wij kiezen voor gedichten omdat wij onze absolute leidraad is verbinding door creativiteit. Als mensen elkaar... in een creatieve speelveld ontmoeten, dus echt bewoners met elkaar. En dat kunnen groepen zijn van skaters tot de mensen die de honden uitlaten. Dat zijn groepen die in de wijk zijn en die leven met elkaar, maar ze ontmoeten elkaar niet altijd. En als je ze elkaar laat ontmoeten door een workshop over gedichten over de buurt te laten meemaken, dan zullen ze elkaar net op een ander speelveld ontmoeten. En dan bestendig je, hopen wij, dat hebben we ook gezien in het verleden, dan bestendig je die ontmoeting. En dat je elkaar ziet en wat je wil voor de buurt. En dan maken we gedichten over de buurt, het buurtgevoel. En dan komt er een stukje van het gedicht, komt ook daadwerkelijk in hun buurt. En daarmee maken we hele gedachtegoedes. Dus we hebben ook in Leidse Rijn een gedachtegoed gemaakt. En we gaan nu voor een heel concreet project, wat we nu ook gaan bespreken, is Stadseiland. Ik weet niet, kent iemand het begrip Stadseiland? Nou ja, zo is het dus ook binnen de gemeente, die het eigenlijk hebben uitgegeven. Stadseiland is een prachtige route van 11 kilometer, echt gericht ook op sportieve faciliteiten met fietsen en zo. En het is 11 kilometer langs Amsterdam-Rijnkanaal, Merwedekanaal. En dat komt ook echt bij het stationsgebied tot aan Kanaleiland en weer helemaal de andere kant op. Dat zijn heel veel verschillende bewoners en gebruikers van het gebied, die ook niet allemaal zelf de taal spreken, maar wel gewoon de buurt nog mooier willen maken en dat ze zich prettig voelen. En dan wat wij als sociaal ondernemer doen, is dat we proberen ook echt al die groepen te verbinden, in dit geval door middel van gedichten. En dan ook die gedichten aan te brengen in de buurt, dus dat je echt een hele mooie verbinding, een gedicht krijgt van al die verschillende mensen in de buurt en wat ze ook willen voor de buurt. En ook initiatieven die er al zijn, die willen we juist naar voren brengen en die ook verwerken in het gedicht en al het buurtgevoel. Zoals het zo mooi heet bij gemeentelijke taal, dat is meteen een mooie brug, dat heet placemaking. Even ergens, ja, knikkers. Placemaking is als je echt de identiteit van een buurt, als je dat naar voren laat komen en dat echt kan bestendigen, permanent kan maken, zodat de mensen zich echt ook gebonden voelen met de buurt. Dus als er een plek is met jongeren, dan zet je daar en dan maak je daar een gedicht ook dat te maken heeft misschien met wat ze hebben leven daar. Dus wat jongeren doen, dat breng je weer samen met bewoners. Dus als ik het goed begrijp, willen jullie vanuit gedachtenlezen.com die route van 11 kilometer vullen met een gedicht, stukjes gedicht, waarvan ieder stukje eigenlijk gemaakt is met behulp van de wijk. En daar wil je een geheel van maken. Het is hier met behulp, het is echt voor de wijk. Hè? Dus we gaan echt met bewoners. Wij zijn een beetje een draad die het verbindt, maar het gaat wel om de bewoners zelf. Wat zij vinden van en willen voor de buurt. Mm-hmm. En hoe die bij elkaar zijn. En is het dan ook een soort statement? Wil je een thema geven aan je wijk? Of is het juist een gevoel wat eruit komt? Ieder stukje heeft een thema, dat is het mooie ook. Ieder stukje heeft zijn eigen identiteit. En dat is zo mooi als je dat kan zien in het gedicht. Mm-hmm. Dus er komt het stukje gedicht in dat bepaald gebied. Daar gaat het over één thema. Daarna gaat het over een ander thema, wat de kracht is van de wijk. Maar die breng je ook bij elkaar. Ja. Dus die laat je ook gewoon
En voor mensen die de fiets moeten fietsen, die zullen elke keer een ander stukje van de wijk zien door middel van dat gedicht, dat stukje gedicht.